Welkom allemaal bij deze video. Vandaag laat ik jullie zien hoe we gras inkuilen bij de familie Mensink. Hier worden ongeveer 240 koeien gemolken met 4 melkrobots. En vandaag gaan we gras inkuilen. Goed, het is 7 uur 's avonds. Ik ben even tussenuit geweest bij de koetjes. En iemand anders heeft verder geschud. Dus voor vandaag komen we al voor de tweede keer op dit perceel. Het is vandaag hard gewaaid en met zon erbij. Het droogt erg hard. En omdat er zo'n hele dikke snede op zit, schudden we dit perceel 2 keer. Morgen gaan we dus inkuilen. Waarschijnlijk wordt vanavond al een klein deel gehard. Dit doen we zodat morgen vroeg de loonwerker alvast kan beginnen met hakselen. En we zelf heel even de focus kunnen leggen bij de koetjes. Maar die hebben natuurlijk ook alle aandacht nodig. Goed, ondertussen heb ik het GPS-systeem weten te vinden. Kunnen jullie het zien? Hij stuurt uit zichzelf. Kan ik lekker achterover leunen. Vandaag is het eindelijk zover, we gaan inkuilen. Het gras is los en het is droog genoeg. De hakselaar is onderweg en dan gaat het hier beginnen. We gaan eerst sneden verdelen over 2 silo's. We maken altijd een lasagnekuil, dat houdt in dat alle sneden van het hele jaar op 1 kuil komen als het ware. Goed, past het niet allemaal in 1 plaat, dus dan gebruiken we 2 platen naast elkaar. Het is wel een stukje extra werk, want we moeten elke keer 2 bulten opdekken en afdekken met plastic. Maar ja. Het resultaat is goed, dus we blijven het doen omdat we er gewoon profijt van zien. Dit zijn de kuilplaten. Kuil 1, kuil 2, ongeveer 12. Ze zijn 12 meter breed en ongeveer 50 meter lang. En we gaan even kantplastic eraan maken. Het doel van plastic aan de kuil is eigenlijk om de kuil helemaal luchtdicht af te sluiten. En zo blijft het gras goed en verrot het niet, komt er geen schimmel in. En vinden de koeien het lekker om op te eten.
Ik hoop dat je een beetje een indruk hebt gekregen van hoe het in zijn werking gaat. De hakselaar hakselt extra fijn. Dat willen we graag, zodat het past, zodat het beter past bij ons in het rantsoen. De haksellengte is 8 mm. Omdat er zo dik op gras op zit en omdat de zwillen zo groot zijn en het toch een beetje taai is voor de hakselaar, gaat het echt langzamer als normaal. Normaal had de hakselaar 5 hectare per uur. Nou, die ligt nu wel op 3 hectare per uur, denk ik ongeveer. Vandaag lange dag dus, moeten we er even tegenaan, maar als het eenmaal in de kuil zit, zijn we natuurlijk allemaal weer super blij. Ik zal even laten zien wat het dan eigenlijk inhoudt, die lasagnekuil. Goed, misschien kun je dus de kleurverschillen een beetje zien. En dus de eerste snede lag hier, de tweede snede hebben we er bovenop gelegd, de derde snede, de vierde snede en de vijfde snede. En zodoende hebben ze alle sneders in één kuilbult. En daar voeren we dus het hele jaar van. En zo krijgen we het hele jaar hetzelfde grasrantsoen voor onze koeien. Hey, dat is een rare aanrijtrekker. Gek Guus. Goed, de dag is bijna voorbij. De zon is onder, zo goed als. En nou ja, de jongens zijn nog steeds bezig. Goed, voor het aanrijden van een bult blijkt het onderzoek dat je genoeg gewicht op de bult moet hebben om de bult goed aan te rijden. Kleine berekening is dat we 8 vrachten per uur krijgen. En de aantal tonnages die je per uur op de bult aanbrengt, zou je moeten delen door 0,4. En die aantal tonnen zou je aan aandrijfgewicht moeten hebben op de bult. Nou, ik heb uitgerekend dat we ongeveer per uur, als ik die berekening maak, dan hebben we in een uur tijd 25 ton nodig die de bult aandrukt. Nu is de trekker, ik gok met alles erop en eraan, 12 ton en de shovel 15. Dus komen we uit op 27.000 kilo. En we hebben 25.000 kilo nodig, dus we voldoen aan de, als we de bult zouden moeten aanrijden volgens het boekje,
dan voldoen we aan de kilogrammen. Misschien kun je thuis uitrekenen hoeveel vrachten er per uur aankomen. En dat delen door 0,4. En of je dan voldoet aan de kilo's dat de aanrijd, trekker of shovel is, laat het even weten in de reactie. Goed, al het werk dat verricht is vandaag in deze video, dat doen we natuurlijk voor onze koeien, zodat ze weer lekker kunnen eten.